Deze handgranaat werd gistermiddag in de tuin aan de Kerkerinklaan gevonden. Vandaag was het weer raak. De bewoner vond nog een granaat in zijn tuin. De explosieve opruimingsdienst kwam daarom grondig onderzoek doen. Ik kijk boven en ik zie ze daar in de tuin bezig. Dus het eerste wat ik dacht van, nou, er is wat gevonden. In totaal werden er 6 Engelse scherfhandgranaten uit de grond gehaald. Ja, die zijn normaal gesproken bedoeld om andere mensen te doden en te verwonden. Dus ze zijn zeker niet ongevaarlijk. De granaten bleken deels gedemonteerd, stonden niet op scherp en konden veilig worden verwijderd. Daar ben ik wel blij om, want je had het toch een flinke knal kunnen krijgen. De bewoner van het huis wilde niet voor camera reageren. Hij is bang dat de waarde van zijn huis daalt als bekend wordt wat er allemaal in zijn tuin is gevonden. Nog één. Nog één. We hebben er vandaag nog een keer helemaal uitgelegd wat we aangetroffen hebben en wat voor consequenties het had kunnen hebben. Maar de beste man is blij dat hij er vanaf is. Jeannette ten Hollander kon alles van haar balkon volgen. Ze was vrij snel gerustgesteld. Je kijkt, je ziet, ze zijn daar bezig, ze zijn heel rustig. Die mensen zijn helemaal niet in paniek of wat dan ook. Ze staan te praten, later zitten ze koffie te drinken. Dus dan is het niet gevaarlijk. Dan is het gewoon de zaak onder controle. U denkt niet, oh, wegwijzen hier? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Nou, ik kwam hier aanfietsen en toen zag ik granaten liggen. Dus ik, dacht van, wat is hier aan de hand? Ja. Je blijft er wel cool onder. Ja. De explosieven liggen er waarschijnlijk sinds kort na de Tweede Wereldoorlog. In Zandpoort-Noord hebben in die tijd veel Canadezen gewoond. En het is mogelijk dat zij ze hebben begraven. Toch blijft het ook een bijzondere vondst. Ja, 7 handgranaten in een achtertuin en nu 70 jaar na dato. Ja, dat is best bijzonder. De handgranaten worden op een veilige plek tot ontploffing gebracht.